Had ik ook nog een bus verf meegenomen en een kwas. Breek godverdomme die kwas af om hier de boel even op te schilderen. Ik vries kapot hier, man. De oren vriezen me van mijn kop af. Welkom bij aflevering 31 van Hanisee. We staan hier op de heilige grond, op de Goffert bij de Hazenkamp. We hebben vast in het vuren gewerkt, we hebben de klok alvast vooruit gezet. Cambuur, lekkere wedstrijd. Aanvallen van allebei de ploegen. Dat was reclame voor het voetbal. Het vriesvak van ons zat goed vol, zeg. Lekker potje, of niet, Patrick? Het brein op het middenveld was Breinburg. Die kreeg van de Gelderlander een 8 voor zijn spel. Hij speelde lekker, zeg. Er zat meer Lenders in het spel. Alleen het scoren moet nog beter, jongens. We gaan de goede kant op. Nog achter gaan. Sturing en Delle vond ik ook niet verkeerd. Kortom, een dikke voldoende. Jammer van Guus Joppe. Hij had van Delen moeten afstoppen. Hij was net te laat. We moeten tegen de Graafschap. Altijd moeilijk tegen de superboeren. Maar we pakken ze. Volgens mij zit er stront in de schep. Het valt me op dat je die zanger Gerard Joling niet meer veel hoort over zijn club. Of heette die nou Benny die kerel? Eerst ging hij al die oerend hertekeel. Nou doet die veel heuken of haken. Van die kleedjes voor een tafel. Dat is niet normaal. We moeten er aan. De Vijverberg. Dat lijkt me wel een gezellige club. Maar op een berg maak je er geen vijver. Als er een vest uitvalt, ligt die beneden. Maar het blieve boeren. Hè? Dit jaar bestaan ze 64 jaar pas. Kunnen ze volgend jaar met pensioen. Maar goed dat je een geel zwarte paraplu had, dan had je wel mee op je flikken geslagen. Dan snap je er wel. Nou, ik voorspel er wel om een 2-3-0 winnen. Dat gaat goed komen, jongens. We moeten wel Sjoerd As in de gaten houden, want hij blijft wel scherp. Hè? Ferdi en Arnoud zien er niet bij. Kieken of we ook zonder hulle kunnen winnen. Dat was ook wat met mijn tante van 90. Die had van de week een huwelijksadvertentie in de krant gezet. Ik ben Ank van 90. Wie wil me de komende tijd veel licht en warmte geven? Kreeg ze al alleen maar brieven van de Nuon en de Eneco. Van de week kwamen ze bij haar ook nog in de deur voor een collecte. Voor een nieuw zwembad. Had ze 2 emmers water gegeven.